Ik ben Shanti Onderweer en ik ben 70 jaar. Ik ben geboren in de oorlog en dat was in Schorel. En sinds mijn 9e jaar heb ik last van fibromyalgie. Alleen heette het toen nog geen fibromyalgie, maar zenuwreuma. En dat is iets wat nooit overgaat. En je leert ermee leven, of niet. En ik heb ermee leren leven. Oké. Okay. En hoe heb je dat gedaan? Wat heb je... Ik heb een pedicurepraktijk. En omdat ik studeren nogal leuk vond, heb ik ook een drogistendiploma gehaald. En door die kennis en kunde die ik daarmee heb opgedaan, heb ik mijn fibromyalgie aardig binnen de perken weten te houden. En ja, en toch onwillekeurig zoek je altijd weer je grenzen op. En dan moet je het bezuren. Maar kort geleden ben ik dus op internet gestuurd op de website MediWiet. En die heb ik helemaal van A tot Z doorgespit. En ik heb me kostelijk geamuseerd. En ik denk dat wil ik ook. Want het is een ontzettend goede aanvulling op de dingen die ik al doe. En dat zijn dus de voedingssupplementen die vooral gericht zijn op de gewrichten en de spieren. En op gezond blijven uiteraard. En zo ben ik aan de gang gegaan. Want je gebruikt geen medicijnen? Ik gebruik absoluut geen medicijnen tegen wat voor soort reuma dan ook. Ik heb alleen wel struma. En daar moet ik wel wat voor gebruiken. Want doe ik dat niet, dan slaat mijn hart op hol. Oh ja, oké. Okay. Dus toen heb je die MediWiet-site ontdekt. Je hebt dat gelezen. En toen? Ben je... Nou, toen ben ik naar een bijeenkomst geweest. Wat ook een leuke eye-opener was. Ik denk, toen was ik helemaal vastbesloten van dat wil ik ook. En nou ben ik ook zelf bezig met wietolie maken. En wat was dat voor bijeenkomst? Dat was een bijeenkomst in Tiel. En daar werd dus uitgelegd wat wiet allemaal kan doen voor een mens. En dat je het niet moet roken. Dat was nieuws. Ja, inderdaad. Want ik wist wel dat je er een kopje thee van kon zetten. Maar ik wist inmiddels ook dat thee... Dat blijft niet zo lang werkzaam. En er moest toch een methode zijn waardoor je er langer plezier van kon hebben. En dat heb ik dus gevonden door middel van de wietolie. Want in Tiel daar kwamen allemaal patiënten bij elkaar? Allemaal mensen die het nodig hadden? Bij die bijeenkomst kwamen er dus geïnteresseerden. Maar ook hoofdzakelijk eigenlijk wel mensen die allemaal al ziek waren. En ook veel baat hadden bij wiet. Oké. Okay. En toen ben je aan een flesje wietolie gekomen en het gaan proberen? En, ik heb dus via die meneer die dat verspreidt, heb ik een flesje wietolie gekocht. En ik denk, nou komt het uur der waarheid. En het is een heerlijk gevoel om als je zo'n druppel neemt en na een kwartier, 20 minuten... dan voel je een weldadige warmte naar de zere plek toe trekken, eigenlijk door het hele lijf. En dan denk je, oh ja, het werkt. Zalig. Oké. Okay. En hoeveel gebruik je dan tegen die pijn? Dat is wisselend. Want fibromyalgie is nooit constant. De ene keer heb je er meer last van dan de andere keer. Hangt ook van het weer af. En als ik weinig pijn heb, dan vergeet ik de druppels. Heb ik meer pijn, dan denk ik er weer aan. En dan soms dan heb ik pakweg 3 of 4 keer per dag een druppel nodig. En soms kan ik met 2 druppels toe en soms met 1. Zo, dat is lekker zuinig. Ja. En je hebt op een gegeven moment bij jezelf je eigen olie gaan maken. Ja. Hoe ging dat? Mijn eigen olie ben ik gaan maken van knipsels van planten die normaal weggegooid zouden zijn geworden. En dat vond ik erg zonde. Als een rechtsgeaarde Hollandse. En ik zeg, alsjeblieft geef het maar aan mij. Want ik weet er wel raad mee. Dus ik heb het gedroogd.
En ik ben er wietolie van gaan maken en dat werkt ook goed. Ja, ja, oké. Okay. Dus jij hebt de apotheek niet meer nodig, Stichting Mediwiet niet meer nodig. Nou, Stichting Mediwiet die wil ik niet aan de kant schuiven, want het is altijd wel leuk om ook andere mensen hun ervaringen te lezen. En ja, in de apotheek heb ik eigenlijk altijd heel weinig nodig gehad. Want ik heb een gruwelijke pest aan regulier. Als ik iets mankeer, ga ik eerst naar mijn shiatsu-therapeut en die volgt me met tong- en polsdiagnose. Komt ze te weten waar het aan ligt. Mm-hmm. En als het heel erg is, mogen ze in een ziekenhuis ook nog een diagnose stellen. Maar ze mogen er niks aan doen. Dat doe ik zelf. Met je Want als je wilt dat iets goed gebeurt, moet je het zelf doen. Ja. Oké, dankjewel.